Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Ik zie niks met de zon. We zitten op Niels zijn terras in Geel. Het is vandaag woensdag. Jullie zien deze vlog op maandag, dus de woensdag ervoor. Het is 17 graden en het is echt zalig buiten. Ik ben blij dat we nog niet een volledige lockdown moeten, want mogen we dan nog op je terras komen? Ja. Ja? Ah, oké. Okay. Dus je mocht ook in je tuin komen als er een volledige lockdown zou zijn? Ja, je mocht gewoon niet buiten je huis, tenzij je moet winkelen. Ah, oké. Okay. Of naar de dokter of zo. Ja. Dus ja, het is hier echt zalig. Ik zit hier echt super goed. Met zelfs een topje. Ziet mijn BH misschien. En ik heb wel een dekentje op mijn benen voor de wind. We zijn een rozeke aan het drinken. En als je gezond en healthy nog bent, dan is deze lockdown echt niet zo slecht. Dus blijf gewoon binnen. Blijf in de kot. Of hoe zeg, mag je de lockdown? Ja. Blijf in de kot. Want, het is echt nog wel chill. Hé, schatje. Hallo. Knappie. We zijn rozeetjes aan het drinken. Dit is ons uitzicht. Laat u mooie aanstekers zien. Wauw. Roze en glitter. Van wie heb je die gekregen zo lief? Van u. Maar dat is echt een hele mannelijke aansteker. Ik dacht in mezelf, dan gaat hij stoppen met roken en gaat hij dat niet meer durven. Die mens van de nachtwinkel maar... paal lacht mij nog altijd. Maar hij durft het nog steeds. Hij gebruikt hem zelfs. Hè. Dus. En ik heb horen vliegen. Dat allemaal vogels trouwens ineens. Met dat ik zeg vliegen. Ik heb horen vliegen dat je eten gaat maken. Is dat waar? Ja. Woehoe. Chill. Ik maak altijd eten. Nee. Dit is de tweede keer. Ah, de derde. Okay, de derde keer wel. De derde. Ik zou de nieuwe huis maken. De buurvrouw heeft paaseitjes gezet, hè? Buiten aan de deur. Is wel lief, hè? Lekker. En ze zijn goed. Welke was nog met een koekske? Die roze. Ja, roze. Mm. We zijn ondertussen een dag later, ja, de avond een dag later, van dat ik nog had gefilmd. We zijn nu bij mij, waar we gaan blijven. Allee, als we nog terug kunnen, dan gaan we wel nog eens naar Niels zijn appartement, ook in het weekend of zo. Maar momenteel zijn we hier en Niels is met Muffin aan het spelen. Muffy, is het leuk? Ja? Vind jij het ook leuk, Milky? Zijn het niet echt aan het spelen, jij, hè? Moe. Oh, die is moe. En ik ben ondertussen nog aan het koken. We gaan pasta maken met gehakt spekjes, tomaatjes. En ik ga er een sojaroomsausje bij maken. Dus dat gaan we eten. En dinner is served. Het is hier redelijk donker, maar dit is ons eten. Gaan we naast elkaar zitten? Kunnen we Therese zien? Oké. Okay. Het is ondertussen alweer avond. Het is denk ik 11:30. Ja. We gaan slapen. Ik probeer gewoon de komende dagen verschillende stukjes te filmen per dag. Want het is natuurlijk niet dat we heel veel spannends doen. We hebben nu gewoon heel de tv gekeken. En dat is het. Dus ja. Maar ik probeer gewoon veel stukjes te filmen de komende dagen. Dat er toch een iets of wat leuke vlog komt. Slaap wel. En ik ga morgen vroeg verder vloggen. Goedemorgen. Of middag. Dus. Oftewel bijna 1:45. Hey. En we zijn croque-monsieur's aan het maken. We zijn net naar de winkel geweest. We gaan croque-monsieur's maken met lactosevrije kaas, kippenwit, dat is het hè? Ja. En dan een slaatje erbij heb ik gemaakt met sla, tomaatjes, komkommer en avocado.
En dan gekruid met peperzout en olijfolie. Hier staat Piet Huizentrui, het is bezig. Met... Ik heb nog meer haar als Piet. Ja, dat is waar. Gelukkig zegt. Met de dingen, laten zien. Oh. Wat hebben we vandaag geleerd? Eén. Maar uw broodjes niet te dik, want dat niet tussen de domo. En dan dit zijn van Niels zelfs. En het slaatje staat al op de tafel. Dus het slaatje, ja, je ziet het niet zo goed zo, maar mayonaise en ketchup. Ja, wil je ook iets zeggen in de vlog? Hey, hey iedereen, ik ben Milky. En ik vind de quarantaine wel leuk, want mijn ouders zijn hier de hele tijd nu. Ik krijg zoveel aandacht. It's so much fun. We hebben zelf frietjes gemaakt in de oven. Yum. En hoe noem je dit? Zo'n party mix met kipkorn, Mexicano. Viandel. Viandel, al dat good shit. Yummy. Yummy, 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 yummy. En ondertussen weer de volgende dag. Hey. We hebben vandaag niet veel gedaan. We zijn dus twee keer rond de blok hier gaan wandelen. Wat hebben we nog gedaan? TV gekeken. We zijn Lucifer begonnen. Ik heb een aflevering gemist. Ja, ik ben in slaap gevallen. Ik weet ook niet heel goed wat ik ervan vind. Vind je het goed? Ja, ik heb ook nog niet genoeg gekeken, denk ik, om te weten. Ja, want ik ben in slaap gevallen tijdens de tweede aflevering. Dus ja. En wat hebben we dan nog gedaan? FIFA gespeeld. YouTube-video's heb ik gekeken. Dan had ik nog wel. Nu zijn we net pasta's gaan afhalen en loofbroodjes bij Donatella. Of Donatello. Donatella. Hier een paal. Dus die doen zo afhaal eten en dat is lokaal. En we dachten, we gaan pasta's halen. Ik heb een pasta fritto di mare. Dus ik ben benieuwd. Oeh, amai. Yummy. Oh ja, maar dat ziet keigoed uit. Oh, dat had ik niet verwacht. Dus op beeld is het redelijk oranje, dus ik zal mijn flits even aanzetten van mijn gsm. Mm-hmm. Yummy, hoe lekker ziet dit eruit. Amai. En wat zei à la rabiata? Wat pikant, hè? Ja, of à la rabiata frieten. Mm, penne. En broodjes hebben we erbij, kaas. En dan loofbroodjes daarin. Nou ja. Yummy. Komt niks te kort. Nee, smakelijk, schatje. Ja. That's it for today. Is this only for today's vlog? What? Is this only for today? Yeah, I do daily. That's it for the daily vlog. Let's cut that part off. It's been a great day. Peace and love, everybody. Yeah, yeah, yeah. 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 And maybe that was God saying, telling me, don't make TikTok. Okay, we're going on Lucifer episode 3 beginnen. Dus ik ben benieuwd, heb ik iets gemist in de tweede wat heel belangrijk is? Nee, dat gaat niet op elkaar verder. Dat zijn. Oké, ideaal. Ideaal. En we zijn weer de volgende dag. We zijn vandaag zondag, dus woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dag 5 in quarantaine. En ik ben weer aan het koken. What else? Vandaag zijn we wel weer gaan wandelen. We zijn Milka gaan lenen. Celine heeft Milka naar de straat gebracht. En dan zijn Niels en ik met Milka gaan wandelen. En wat hebben we dan nog gedaan? Niks, denk ik. Ik ben een bad geweest. Heb gechilled. In het zonnetje gezeten. Op terras. En dat is het eigenlijk gewoon. Nu ben ik quinoa met spekjes en groentjes aan het maken.
is 7 uur en dan gaan we lekker eten. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this love being too faithful, so young and dumb I never learned it. Mama told me you should never... And food is ready. Yummy. Oké, we hebben net lekker gegeten. Het was wel lekker. Nu gaan we weer tv kijken. Same damn thing. Want zelfs komt denk ik Blind Getrouwd erop. Dus daar gaan we kijken. En dan gaan we Lucifer verder kijken. We zitten nu aan aflevering 6 denk ik. En ik vind het wel goed. En voor de rest gaan we niks meer doen. Dus ik ga hier ook de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het toch leuk. Dus zeker thumbs up als jullie het leuk vonden. Laat ook een leuke comment na. Milky zit hier zo te kijken naar mij. En dan zien we jullie volgende keer.